In 2016 gaf ruim 50% van de 75-plussers aan zich wel eens eenzaam te voelen. Nu moet ik heel eerlijk bekennen dat ik zelf ook niet zo vaak bij mijn oma langs ga. En dat ik eigenlijk vrij weinig van haar weet. Omdat wanneer ik er wel ben, het alleen maar over mij gaat. Dat is dus precies waarom ik vandaag met haar op stap ga en ik de vragen stel. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik eerst wel eens weten hoe vaak andere jongeren bij hun opa of oma langs gaan. Ik denk 1 keer in 2 maanden. 3, 4, 5 keer met kerst en zo. De laatste keer dat ik geweest is 3 maanden terug. Hoezo komt het er niet van? Ja, ik bedoel, ja, het komt gewoon vaak een beetje ongelegen. Het zijn van die dingen die moeten. Ik bedoel, het is wel altijd leuk om opa te zien, maar ja, je moet er tijd voor vrijmaken. Druk met werk, vakantie vieren, ja, er kwamen dingen tussen. Ja, dat is het dus een beetje. Ja, ze woont best wel veel weg. En dan is het een heel gedoe om naar Eindhoven te gaan en dan ook nog mijn ouders te zien en alles te combineren. Het komt er gewoon vaak niet van. En dat is ook de reden waarom je het niet doet? Ja, nou ja, en het feit, als je bij opa en oma langs gaat, is het eerste waar je binnenkomt, wat ze zeggen, is wanneer kom je weer? Dus dat zeggen mijn opa en oma heel veel, ja, en dan denk ik, goh, ik ben er nu toch, wat zit je te zeuren? Is dat niet gewoon een slecht excuus? Ik bedoel, het is toch je familie? Ja, daar heb je wel een punt. Ja, ik moet eigenlijk vaak bij mijn oma langs. Oké, maar ik neem aan dat je ook tijd maakt voor je vriendinnen. Zou dat niet een beetje hetzelfde moeten zijn met je opa en je oma? Eigenlijk wel, hè, want het is toch familie en zo, ja. Dat ik niet de enige ben die maar weinig energie steekt in zijn opa en oma, is me wel duidelijk. Heb ik wel bij de goede aangebeld? Ja. Ja? Ik ga langs bij mijn eigen oma, omdat ik haar graag beter wil leren kennen en benieuwd ben of zij zich ook wel eens eenzaam voelt. Oma, hoe gaat het? Dit is mijn 82-jarige oma, oma Riet. Ik ben er eentje van na de oorlog, dus mijn ouders die waren blij dat ik begon te groeien. Want dan kon ik... Werken? Werken. Echt? Oudste, ja. Maar hoe oud was je dan dat je ik was 12 jaar, ik stond in te zeepen bij mijn vader in de herensalon. Ik was echt een kind van een kapper, weet je, rechte pony en kort haar. Maar je haar zit wel nog steeds goed. En ik wou altijd lang haar en dan maakte ik van touwtjes een vlecht. En dan deed ik dat hier vast en dan maakte ik echt een vlecht en dan kon ik zo door. Maar zaten dan niet er heel veel mannen achter u aan? Ja, ik had altijd wel. Ja. Ja? Maar ik ging niet met veel hoor. Echt. Dus, waarom niet? Nou, ja, dat doen ze tegenwoordig. Maar ik, nee hoor, echt niet. Hoe kijk je daar nu dan tegen? Nou, niet leuk vind ik het. Nee, waarom niet? Ah, joh, het is toch tegenwoordig vreselijk. Wat is dan zo vreselijk? Nou, ze gaan uit en ze gaan met iemand te bed. Toch? Ja, nou ja, dat is wel, het is wel een iets vrijere geest. Nou, Nee? Ik ben een ouderwets hoor. Maar ik zie al, je bent wel altijd zo'n gezelligheidsmens. Voel je dan nu niet wel eens eenzaam als je zo alleen bent? Ja. Wanneer ben je dan het meest, voel je dan het meest alleen? Nou, als ik wel eens ergens geweest ben en ik kom laat thuis, ben je alleen. En ik heb op zondag heb ik altijd een afwachtende houding in. Ik denk, er komt wel iemand langs. En dan komt er niemand en dan ga ik ook niet weg. Want dan denk ik, zou altijd zien, dan ga ik weg en dan komt er iemand. Maar kan je niet zelf mensen gewoon vragen dan? Ja, maar op zondag. Ik heb allemaal vrienden die hun man nog hebben. En in het begin, dat opa weg was, deden ze dat nog wel. Maar weet je, dat is moeilijk, want ze hebben zelf nog een partner. Ik vind het fijn om eindelijk eens zo openhartig met mijn oma te spreken. En aangezien ze een paar nieuwe plantjes nodig heeft, zetten we ons gesprek verder in het tuincentrum. Door de planten. Ja. Dat is een mooi stukje korter. Ik heb het wel goed voor elkaar. Je hebt een lood in je gat hoor. Ja, maar dat krijgt dus zoveel eten zeker. Hallo, doe maar wel even op de rem. Dronk je vroeger veel alcohol? Net als iedereen. Niet meer of minder als mijn vriendin hoor. Ja, wat is meer of minder dan je vriendinnen? Ik kwam altijd goed thuis. Heb je nooit in de lampen gehangen? Nee. Echt? Nou ja, schik. Gewoon raar doen. Ja. Ja, wat is raar doen? Kijk, ik maak nog wel eens wat mee. Dansen en achterovervallen en dan een gat in je hoofd hebben of zo. Heb je dat gehad? Ja. Echt waar? Ik heb zo'n glazen tafeltje. Hij staat nou beneden. Deze is ook leuk. Deze neem ik ook. Maar had je vroeger, voordat je met opa ging, had je toen wel vaak vriendjes? Of dat ook niet? Nee, ik echt niet hoor. Nee. En die ging je dan ook niet stiekem gewoon als Nee, ik deed ook niet stiekem, want er was een jongen die me heel erg leuk vond. En die was niet katholiek. En die stond me altijd ergens op te wachten. Maar ik ging er nooit mee, echt? Hoor. Ja. Die stond je op te wachten? Ja, maar die was niet katholiek en toen mocht het niet. Maar oma, zet ook even die plant terug die we niet willen. Ja. Ja, dat
niet zo op zich. Nee, nee. Geen aandieren kwijt. De onschuld zichzelf. Staat heel leuk in dat hoekje. Kom snel door. Nou, oma, ik vond het oprecht echt een leuke dag. Wat ontzettend lief. Wat ben je toch een schat. Altijd als ik bij mijn oma ben geweest, dan denk ik, oh, ik moet echt vaker langs. En hoezo? Weet je, ik kan ook tijd maken voor mijn vrienden. Dus hoezo heb ik altijd excuses waarom ik niet langs kan, omdat ik zogenaamd druk ben. En ook dat ze gewoon, ja, ze is al best wel oud en ik weet helemaal niet meer hoe lang ik haar nog in mijn leven ga hebben. Terwijl het zo'n lieve, leuke vrouw is, die ook gewoon heel grappig is en waar het heel gezellig mee is. En dat ik echt moet koesteren dat ze er nu nog is. Dus ik wil ook wel echt, ik hoop gewoon dat mensen beseffen, dat mensen van mijn leeftijd beseffen, dat je gewoon langs moet blijven gaan bij je opa en oma. En dat ook zij gewoon toffe verhalen hebben.